verbondenheid met jongens met dezelfde dromen, met dezelfde doelen. Het zijn wel meer dan drie zinnen. A gangster is a person that people look up to. Everybody had gangsters in the neighborhood. You know, everybody had gangsters. Trying to better self, that's a gangster move. Working on your health, that's a gangster move. Clearing up the mind is a gangster move. Being a man about his word is a gangster move. Trying to better self, that's a gangster move. Working on your health, that's a gangster move. Clearing up the mind is a gangster move. Being a man about his word is a gangster move. Legs folded, got my hands in the diamond mudra. Promote peace, but I still let the iron thunder. I come from under, used to wonder if I survived the summer. Now it's still in here, my heart like a conga drummer. Used to the noise, went to sleep with the trains passing. Fiend for action, now for quiet, got a deep passion. Promoting stillness to the homies like the latest fashion. Put it all in the verse and have your speakers blasting. I've been fasting on the weed and the alcohol. Hard to do it when the bros blow it in the hall. So far from raw, getting calls for narcotics. My elevation show me bigger than them jail cells. Trying to better self, that's a gangster move. Working on your health, that's a gangster move. Clearing up the mind is a gangster move. Being a man about his word is a gangster move. I've been alkaline of water and chlorophyll. Training my mind to stay focused, manifesting will. Sit in the living room and contemplate. Stay in a zen state. Voyage of a hero through the tri-state. The rogue knight, mental right on the master path. Trying to clean up my mind and shine a better half. The yoga buzz, chest boxing with ingesting toxins. The big homie trying to show him that there's better options. Lead by example, it's important because the kids watching. The journey started till I get there, there ain't no stopping. Legs folded, got my body in a full load. Clean my mind, found a purpose and got focused. Trying to better self, that's a gangster move. Working on your health, that's a gangster move. Clearing up the mind is a gangster move. Being a man about his word is a gangster move. Trying to better self, that's a gangster move. Working on your health, that's a gangster move. Clearing up the mind. Wat is je naam, je leeftijd en wat is je sportachtergrond? Okay. Ik ben Tony Varela, ik ben 34 jaar en kom vanuit de voetbalwereld. Wat is je achtergrond in voetbal? Nou ja, ik ben sinds kleins af aan eigenlijk begonnen op de straten, Rotterdam-West. Uiteindelijk via de jeugdopleiding van Sparta betaald voetbal ingegaan. In betaald voetbal heb ik gespeeld bij RKC, Sparta, Excelsior, Dordrecht hier in Nederland. Om vervolgens buitenlandse avonturen in Oostenrijk, Griekenland en laatste nog wat ik heb meegemaakt in Marokko. En uiteindelijk ook hele mooie avonturen met de nationale ploeg van Capverde. Twee Afrika Cups mogen meemaken. Dus al met al een rijke historie aan voetbalachtergrond. Voetbal heeft een hele grote rol in je leven. Wat heeft voetbal jou allemaal gebracht? Zo. Mentaal. Nou, een hele goede vraag. Voetbal heeft mij gevormd. Zoals ik net al aangaf, sinds dat ik klein ben, sinds dat ik kon lopen, was ik al verliefd geworden op de bal. Dus voetbal heeft eigenlijk een rode draad gespeeld. Tot nu toe. Dus dat betekent, ja, het heeft mij gevormd in de persoon in wie ik nu ben. Ik heb altijd in teamverband gespeeld en ik refereer eigenlijk alles naar het voetballen toe. Dus op het moment, nu ben ik gestopt dan als speler of als betaald voetbalspeler. Maar ik denk dat ik dat stukje mentaliteit, dat stukje discipline, dat ik dat wel meeneem in mijn dagelijkse leven. Dus dat betekent het omgaan met mensen. Discipline in de zin van op tijd komen, omgaan met een team. Ik denk dat ik dat wel allemaal door het voetbal mee heb gekregen. En dat is ook iets wat positief voor mij is. Dat geeft mij ook een bepaalde structuur. En die structuur neem ik ook weer mee in mijn plannen, in mijn toekomst, wat ik, in wat ik wil gaan doen, zeg maar. Dus als je vraagt echt puur naar het mentale, dan denk ik echt
echt de discipline en het om kunnen gaan met mensen. En ook het om kunnen gaan met tegenslagen en met positieve dingen. Dus het is heel complex. Ik kan niet echt één antwoord geven. Het is alleen mijn mentaliteit. Ik denk dat het meerdere facetten heeft, maar ik denk het mentaliteit en discipline, dat het grootste aandeel heeft in mijn dagelijkse gedrag, zeg maar. Zou je een voorbeeld kunnen geven? Ik denk dat ik altijd, ik wist wat ik wilde in het voetbal. Dus ik wist, oké, ik ben nu 16 en uiteindelijk, ik wil profvoetballer worden. Prima. Wat moet je daarvoor doen? Keihard werken, dat is dan voor mij altijd de basis. En dat neem ik nu ook weer mee. Oké, ik ben nu ondernemer, ik ben vader. Dus die mentaliteit, die wil ik dan ook weer doorgeven. Ik ben nu trainer, dus dat wil ik ook doorgeven aan mijn ploeg. Dat wil ik ook doorgeven aan mijn kinderen straks. Daarmee speel je steeds, oké, wat wil je bereiken? Oké, wat wil je als team gaan bereiken? Om een voorbeeld te geven met mijn ploeg. Maar wat wil je ervoor gaan doen? Dus uiteindelijk heb je een goede basis nodig. Dus je hebt mentaliteit van een ploeg nodig. En daarbinnen heb je individuele mentaliteit nodig. Dus we moeten netjes op tijd komen, we moeten goed met elkaar omgaan. Uiteindelijk is dat de basis om iets te bereiken tijdens het seizoen. Dus refererend naar mijn rol als trainer, denk ik dat die mentaliteit dat ik ook wil overbrengen op mijn spelers. Je hebt best wel wat mooie dingen genoemd. Dat was off-camera, dat je bijvoorbeeld 2 keer promotie hebt gespeeld bij RKC. RKC inderdaad, ja. Je hebt de Afrika Cup heb je 2 keer gespeeld. Hebben die hoogtepunten van het voetbal jou dingen geleerd? Dat je denkt, oké, deze kan ik meenemen naar het dagelijks leven? Ja, want je hebt hoogtepunten inderdaad, wat je net benoemd, als clubspeler. Dat is dan met RKC, sportieve hoogtepunten, gepromoveerd via een kampioenschap, gepromoveerd via de play-offs na de Eredivisie. Dus dat zijn tastbare dingen. En met Capverde, nationale ploeg van Capverde, hebben we de Afrika Cup behaald. Als eerste generatie geschiedenis geschreven. Dus je wint geen prijs. Maar het is toch wel een mijlpaal voor een land. En ik moet zeggen, natuurlijk op clubniveau fantastisch, want dat wil je al spelen. Maar om een eindronde te behalen met Capverde, van waar wij toen vandaan kwamen en op dat moment dat bereiken, dat was wel een jongensdroom. En dat neem ik nu nog steeds mee, want ja. Ik ben thuis, Capverdiaanse opvoeding, Capverdiaanse mentaliteit. Je gaat terug naar je roots. En tot de dag van vandaag wordt dat nog benoemd door mensen. Dus dat is mooi, dat je dat hebt kunnen bereiken met je groep, met je staf, voor je land, voor de natie. En wij gaan de geschiedenis boeken in van het land. En, allebei hebben ze waardes, maar ik denk als ik echt iets moet benoemen, dan is het bereiken van de Afrika Cup wel een mijlpaal, wat ook nu nog dagelijks waar je aan herinnerd wordt. Ja. Laat bijvoorbeeld speelt de nationale ploeg, ja, dan voel je nog die adrenaline en je voelt de betrokkenheid. Ik heb vrienden, ik heb eigenlijk familieleden vanuit het nationale ploeg, ja, daar heb ik nog dagelijks contact mee. Dus wat heeft mij dat gebracht nu in het dagelijks leven? Ja, verbondenheid met jongens met dezelfde dromen, met dezelfde doelen. En het mooie eraan is, ik ben dan opgegroeid hier in Nederland. Maar het zijn ook gewoon jongens die opgegroeid zijn in Portugal of in Cabo. En al die mengelmoesen van verschillende landen eigenlijk. Ja, dus ik heb de Nederlandse mentaliteit, is een andere mentaliteit als de jongens die echt daadwerkelijk opgegroeid zijn in Capverde.
of jongens die opgegroeid zijn in Lissabon in Portugal. En dat bracht zo een broederschap, wat ik eigenlijk nooit in clubverband heb meegemaakt. En dat neem ik ook mee. En ook die ervaringen door het spelen van wedstrijden in landen waar ik normaal nooit op eigen houtje op vakantie zou gaan. En dan praat ik bijvoorbeeld dat je wedstrijden speelt in Sierra Leone. Voormalig oorlogsland, oorlogsgebied. Ja, kom je in aanraking met armoede. En dan zitten wij op 100 meter verderop in een 5-sterren hotel. Dat heb ik wel meegenomen tijdens mijn carrière. Van hey, ik ben opgegroeid in Nederland, we hebben het allemaal voor elkaar. Maar nu speel jij wedstrijden in Afrika. Dan zie je wel de twee verschillende werelden. En dat neem ik ook wel weer mee in mijn dagelijks leven. In de zin van hey, waar loop je nou over te klagen, Tony? Kijk wat zij wel niet hebben en kijk waar jij over klaagt. Dat zijn totaal verschillende dingen. En ik denk dat ik dat ook weer in mijn opvoeding mee kan geven aan mijn kinderen. Die zullen klagen over hele andere soort dingen. Dat ik denk van, hey, papa is daar en daar geweest. Dus ik kan dat als een tastbaar voorbeeld geven in mijn opvoeding. Je sprak net over hoe jullie als generatie de eerste waren en hoe jullie de mensen vandaar nog steeds dagelijks inspireren van hey, dat waren zij. Wie zijn inspiratiebronnen geweest voor jou om door te gaan in sport? Natuurlijk als kleine voetballer of als jong kind heb je natuurlijk idolen. Dus in eerste instantie dan kijk je voetbal op tv en dan kijk je Zidane, Ronaldinho. Ronaldo, dat zijn je idolen, want die doen het op het veld. Dus dan ga je, naarmate je ouder wordt, denk je van hé, dat wil ik ook bereiken. En toen was het iets minder social media, dus het was echt puur daadwerkelijk wat je op het veld zag. Nu hedendaags kan je zien, wat doet Messi buiten het veld? En dat was toen minder en eigenlijk niet. Je wist niet. Wat daar buiten gebeurde. En verder had je vanuit huis uit, mijn inspiratiebron is misschien vanuit huis uit mijn ouders, hè, die keihard werken om mij een beter leven te geven. Hè. Zij hebben keihard moeten werken. Dus daaruit haal ik mijn inspiratie van, hey, ik wil dat teruggeven en ik wil het maximale uithalen in sport. Of in mijn opleiding. Dus die drijf, die had ik al best wel op een jonge leeftijd van ik wil dat voor mijn familie, wil ik dat teruggeven, zeg maar. Wat wil jij niet-sporters meegeven en wat wil jij sporters meegeven? Ik zal beginnen met mensen die wel sporten. Ik heb zelf altijd aan sport gedaan. Dat zal ik ook altijd blijven doen. Het zij op een professionele manier of op topsportniveau. Ik denk dat sport dat je voldoening uithaalt om weg te komen van je dagelijkse sleur eigenlijk. Voetbal heb ik nooit als werk gezien. Het is altijd voor mij plezier, dat was de basis. En op het moment dat plezierig is, dan komt de rest vanzelf. En, voor mij was voetbal een uitlaatklep. Ik had 100 problemen thuis, bij wijze van. Maar zodra ik op het veld stapte en er kwam een bal aan te pas, ja, daar haalde ik plezier uit en dan vergat ik alles. Op het moment dat de training afgelopen is, ja, dan komen al die dingen, ga je weer over nadenken. Maar ik denk dat voetbal voor mij, of tenminste sport voor mij, is een uitlaatklep. Dus ook voor die mensen die dat dan minder hebben of niet doen. Ik denk dat op het moment dat je jezelf, dat je gaat sporten en ja, je gaat zweten. Het maakt niet uit wat voor sport. En ik denk, als je je verstand even op nul kan zetten en lekker kan gaan, dat weer positieve energie geeft om weer misschien je problemen of
waar je ergens tegenaan loopt om dat weer op te pakken, zeg maar. En dat is voor iedereen anders natuurlijk, maar ik gebruik de voetbal echt als uitlaatklep, gecombineerd met het plezier maken. Wat zou je mee willen geven aan beginnende sporten? Ik zou zeggen, op het moment dat je wilt gaan sporten, kijk wat je, waar jij je voldoening uithaalt. Is dat fitness? Dan is dat fitness. En op het moment, ik ben een persoon, als ik een bepaald sport doe of als ik een spel doe, wil ik daarin uitblinken. Maar zo zit ik in elkaar. Dus haal het maximale daaruit. En op het moment dat je daar het maximale uithaalt, dan ga je ook kijken, hoe moet ik dat doen? Waar haal ik mijn informatie vandaan? Wat voor soort voeding moet ik voor deze sport gaan gebruiken? Dus dan komen er steeds meerdere dingen van dat puzzelstukje om uiteindelijk te groeien in die tak van de sport, zeg maar. En elke sporttak heeft daarin zijn eigen dingen. Refereer het aan het voetballen, oké. Ik ga voetballen, oké. Welke club past bij mij? Als amateur speler of als jonge speler, welke club past bij mij? Wil ik het maximale uithalen, zeg maar. Hoe ga ik dat doen? Wat voor soort persoon ben ik? Wat voor type speler ben ik? Dus die vragen ga je gaandeweg, ga je zelf gewoon leren kennen. Dus hoe ga ik met mensen om? Daar hadden we het off-camera ook over. Ik denk dat sport ook bevorderend is. Vooral teamsporten, daar kan ik over praten. Maar om met mensen te kunnen omgaan, een trainer. Daar krijg je mee te maken. In een kleedkamer heb je allemaal verschillende type mensen. En daar moet je het mee doen. Want op de zaterdag, daar speel je mee een wedstrijd. Dus het brengt veel meer dan puur achter dat balletje aanlopen. En ik heb gescoord. Maar uiteindelijk, voor dat moment, heb jij al een heel teamproces meegemaakt. Dus dat vind ik zelf ook wel interessant. Het gedrag van mensen in een team. En onbewust ben ik daar altijd wel mee bezig geweest. En nu wel bewuster, omdat je als trainer bent, dus dan ben je echt aan het beïnvloeden van gedrag van je spelers. En je ziet ook gedrag van je spelers. Hoe ga je daarmee om? Dus dat vind ik wel interessant. Mooi. Kan je in 3 regels samenvatten wat sport voor jou heeft gedaan? En wat jij dus nog steeds anderen wil meegeven. Sport heeft mij gebracht het omgaan met tegenslagen. Dus het heeft mij gevormd, mentaliteit, discipline, het omgaan met mensen. En ik denk dat sport, met name teamsport, dat ervoor heeft gezorgd dat ik maatschappelijk verder kan. Nu mijn leven begint nu opnieuw en ik denk dat ik nu klaar voor ben om in welk bedrijfstak dan ook, om daarin alles wat ik heb meegemaakt, alles wat ik heb geleerd, om dat dan te gebruiken. Ik denk dat dat allemaal raakvlakken heeft. Verschillende, voetbal is ook een bedrijfstak, zo moet je het maar zien. Sport is ook een bedrijfstak en dat kan je altijd meenemen in je verdere toekomst, in wat je ook gaat doen. Er zijn wel meer dan 3 zinnen. Ja. Jawel, dat was hem, man. Nee, top, man.